populariteit van kamperen groeit. We zijn vandaag bij Lief om meer te weten te komen over kamperen met een elektrische camper. Robert staat al klaar om ons te verwelkomen. We zien hier achter mij een elektrische camperbus, die wordt verhuurd. Dat doen we nu al een paar jaar. En ze zijn onder andere voorzien van 4 slaapplekken en 4 zitplaatsen. Maar ze zijn echt compleet ingericht om van een comfortabele kampeervakantie te kunnen genieten. De elektrische camper is voor iedereen die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Deze camper stoot zo'n 67% minder uit dan een dieselcamper. En daarnaast is deze camper natuurlijk voor gezinnen of stelletjes die lekker actieve kampeervakantie willen ondernemen. Bijkomend voordeel van een elektrische camper is ook dat ze heel makkelijk door de bergen kunnen. Ze zijn ook heel Europa door geweest. Maar in de bergen met name regenereert de accu actieradius bij doordat je naar beneden rijdt. Dus dat is heel comfortabel. Hi Joyce. Hi Iris. Hallo Joyce. Hi. Hey, jullie komen de camper ophalen? Ja, yes. Nou, voordat jullie de weg op gaan, zal ik natuurlijk nog even wat erover vertellen. Ja, dus deze camper is natuurlijk elektrisch. En bij deze camper kan je 250 kilometer rijden, gemiddeld. En dan kom je natuurlijk bij de laadpaal aan. Als je een snellader hebt gekozen, dan is de camper binnen 30 minuten weer op 80% vol. En in die tijd kan je dan lekker even een spelletje doen, lunch maken of natuurlijk plannen waar je volgende laadpaal gaat zijn. En hoe is het met het laden in het buitenland? Ja, dat is eigenlijk in elk land anders. Maar deze camper is al door heel Europa geweest, dus daar hoef je zeker geen zorgen over te maken. Ja, dat is mooi. Hebben jullie nog meer vragen? Nee, zeker niet. Nee, alles is duidelijk. Alles duidelijk? Nou, heel mooi. Dan rest mij nog één vraag en dat is wie gaat er rijden? Ik. Nou, wel eerlijk delen dan, hè. Hier is nog wat meer informatie en heel veel plezier met de reis. Ja, dankjewel. Heb jij ook duurzame reiskriebels gekregen? Kijk dan op www.lief.com voor de actuele informatie.